Op veel plaatsen boven ons land was het bewolkt vandaag. Soms brak de zon eventjes door en in de loop van de middag werd het op de meeste plaatsen ook wel droog. Boven Engeland en uiteindelijk ook de Noordzee liggen wat opklaringen klaar waarmee we dus vanavond en deels ook vannacht te maken krijgen. In die opklaringen kan het lokaal wel eventjes behoorlijk afkoelen en misschien dat het op sommige plaatsen wel tot vorst aan de grond komt. Het blijft wel wisselvallig weer de komende dagen, vaak bewolkt en ook zeer zacht en vooral dat zeer zacht is erg opvallend. Een groot lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan zorgt voor een aanvoer van milde lucht. En ook een aantal storingen die daarbij horen zijn vrij actief en gaan met name woensdag en donderdag voor veel regen zorgen. Verder vallen er na woensdag een aantal buien. Vanaf donderdagmiddag breekt dan daarbij af en toe de zon door en wordt het ook iets minder zacht. Vanavond bewolkt, ook die enkele opklaring dan, op de meeste plaatsen droog en de temperatuur die daalt naar zo'n 3 tot 6 graden. De hoogste waarde onder de bewolking en de laagste waarde vanzelfsprekend in de brede opklaringen. En dat is ook vannacht het geval. De laagste waarde opnieuw dus in die brede opklaringen, misschien lokaal 2 graden met dus kans op vorst aan de grond. De kans op gladheid is wel vrij klein, dus dat scheelt weer een stukje. Verder aan de kust een graad of 4 à 5 en daarbij waait het dan meestal matig vannacht. Morgen ook bewolkt, in de ochtend is het dan nog grotendeels droog. Maar vanuit het westen komt dan geleidelijk een zwak warmtefront onze kant op waar achter nog zachtere lucht zit. De temperatuur weet uiteindelijk op te lopen. Vanaf de ochtend loopt de temperatuur alleen maar op en zal ook s'avonds en in de nacht naar woensdag zelfs door blijven stijgen. Aan het eind van de middag ligt het kwik op de meeste plaatsen op zo'n 7 tot 10 graden. En in de middag gaat er dan op een groot aantal plaatsen ook wat lichte regen of motregen vallen. En daarbij waait het dan meest matig uit het zuidwesten windkracht 4 en zee vrij krachtige windkracht 5. Woensdag, dan de hoogste temperaturen, 12 op de meeste plaatsen tot lokaal ruim 13 graden. En daarmee komen de dagrecords voor 24 januari in gevaar. Wordt het in de beeld warmer dan 12,2 graden, dan hebben we een nieuw record, landelijk dagrecord. En wordt het ergens in het land warmer dan 13,4 graden, dan is ook het algehele dagrecord voor de 24 januari eraan gegaan. In de loop van de dag gaat het wel regenen vanuit het noordwesten. Daarbij waait het toch wel stevig. Vrij krachtig boven land, windkracht 5, en krachtig tot soms hard aan zee. Misschien later op de middag, als de neerslag arriveert in het Waddengebied, een stormachtige wind, windkracht 8. En met name in het Waddengebied en het noordwestelijk kustgebied, moet er rekening worden gehouden met zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. Donderdag trekt die regen dan weg. Uiteindelijk breekt af en toe de zon door. Valt er nog een enkele buien en is het een stuk minder zacht met een graad of 9. Ook vrijdag enkele buien en dan met een graad of 8 nog een stukje minder zacht. De wind neemt geleidelijk een kracht af, maar doordat hij uit het westen blijft waaien, blijft de koude lucht in elk geval nog ver weg. Ook op de lange termijn nog geen koude lucht, maar daar komen we misschien wel later op terug. Er zijn enkele weermodellen die laten zien dat er wel kou naar ons land komt, maar de kans is momenteel nog erg klein. Mijn naam is Wilfried Janssen voor weerplaza.nl.